Stratospheric Aerosol Injection is een idee om met speciale vliegtuigen of weerballonnen aerosolen in de stratosfeer te injecteren. Deze deeltjes zouden het effect van een vulkaanuitbarsting na moeten bootsen. Hierdoor wordt er een deken van vervuiling om de aarde gecreëerd, waardoor zonlicht weerkaatst wordt voordat het de aarde bereikt. Zo daalt de gemiddelde temperatuur. Er wordt op kleine schaal al mee geëxperimenteerd, maar de methode is omstreden. Onder andere omdat er mogelijk schade aan de ozonlaag kan ontstaan.